Ik heb 44 cobra's gevonden en die heb ik ingeleverd. Ja. Op zolder gevonden? En ze lagen veilig opgeborgen inderdaad, ja. Maar niet op een plek waar ik ze wil hebben, dus sowieso wil ik ze niet, dus weg. We zitten nu op een kilo of 35 en daar zit nog heel zwaar vuurwerk bij. Zware knallen, super cobra's, er zitten vuurpijlen bij, gewoon knalvuurwerk, nitraatjes uit Polen, uit België, dat soort spullen wordt ingeleverd. Nou, ik las op de site van de gemeente dat je dat op een aantal dagen kon inleveren. En er stond specifiek bij zwaar vuurwerk, illegaal vuurwerk ook in te leveren zonder problemen. Dus sowieso illegaal moet er sowieso al uit. Dus weg die rommel. Dus gelijk inleveren. Nou, ik heb vroeger ontzettend veel genoten van vuurwerk. Ik vond het geweldig leuk. Ik zie uw ogen gaan tintelen. Ja, nou ja, ik merk dat de tijden veranderen. En ik denk dat ik met mijn vrienden dingen gedaan heb die je nu echt gevaarlijk noemt en ongewenst. Moeten we dan nu even een balkje voor uw ogen monteren? Nee, want het was toen toegestaan, hè? Dus dat mocht gewoon. Maar we waren wel wat nonchalanter. En de ongelukken die gebeurden, die hebben we misschien ook wel te veel schouderophalend voor lief genomen. En ook het dierenleed wat ermee te maken had. Dus ik ben zelf ook wel natuurlijk er anders over gaan denken. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb met heel veel plezier in mijn jonge jaren genoten van vuurwerk. Nou, is dit de tweede locatie waar het vandaag kan worden ingeleverd? Je bent een van de weinigen. Je bent toch niet, zeg eens eerlijk, ingehuurd door de gemeente? Nee, zeker niet. Nee, 100% niet. Nee. Beste kinderen uit Rotterdam en omgeving. Beste ouders. Beste Rotterdammers die heel graaf toch vuurwerk wilden afsteken. Doe het niet. Lever het in. Kan de komende 3 dagen. Dan hebben we een veilig vuurwerk. Goed voor de bestrijding van corona. Goed voor de rust in de stad. En volgend jaar vieren we weer een heel leuk oud en nieuw.